voor de finale van de Olympische Spelen. Australië werd geklopt na strafballen. Veen, loopzuiver, die led die verkeerde hoek in, 4-3. Weer even de druk op Australië. De gelijkmakende strafbal van Australië, James Elmer. In het dak van de goal. Publiek maakt heel veel kabaal bij de strafbal van Martin Eikelboom. Eikelboom, goal. Met moeite. Je ziet de opluchting. Hij staat er precies goed weg. Laatste strafbal van Australië. 5-4. Ronald Jansen, de keeper van het Nederlands team. En Brent Livermore. Jansen brengt Nederland in de finale. Hij pakt de strafbal van deze Livermore. Ronald Jansen, toch weer hij. Wat een sublieme redding. Prachtig. En zo is er anderhalve week hockeyellende van het Nederlands team vergeten, vergeven. En is er toch een finale plaats. Is er nog altijd uitzicht op de prolongatie van de gouden medaille uit Atlanta. Je kan ze winnen, je kan ze verliezen. Maar dit keer had ik me wel echt beter voorbereid als andere keren. Gewoon veel meer aandacht aan besteed zelf, veel meer over nagedacht. Ja, en achteraf is dat lekker praten als je de beslissende stopt, hè? Ook allemaal eindeloos met elkaar doorgesproken. Dat als wij strafballen krijgen, dan is het niet meer zoals in de geschiedenis. Dat we dan met het hoofd naar beneden gaan en denken, oh kut, nou nog strafballen. Nee, dan is het gewoon de pot pakken met strafballen. Lekker. In 1928 en 1996... Nederland tegen Zuid-Korea staat straks te beginnen met Paul Litjens in de studio als gast. Dus graag tot straks. Dat was dezelfde vraag 4 jaar geleden in Atlanta, toen tegen Spanje, voor nagenoeg hetzelfde team. 10 man wonnen er toen goud en beantwoordden die vraag toen in 70 minuten. En nu dus tegen een totaal nieuwe tegenstander, misschien wel de verrassing van het hockeytoernooi. Het hockeytoernooi in Sydney, waar zo'n beetje alles kon, waar de meest krankzinnige uitslagen werden genoteerd. En waar de Nederlandse hockeyers van één van die krankzinnige uitslagen optimaal profiteerden. U kent het verhaal ongetwijfeld nog wel. Engeland won van Duitsland in de laatste poolwedstrijd. De hockeyers zaten dood en verslagen in het Olympisch dorp. Klommen op de tafels in het restaurant, konden hun geluk niet op en grepen het buitenkansje met 2 handen aan. U kijkt naar de scheidsrechters, links Siebrecht en rechts Deo de Spanjaard. Een detail over die Duitser Siebrecht, die verstaat Nederlands. En dat is hopelijk een detail dat de spelers ook in de oren is geknoopt. Prachtige halve finale waarin geen doelpunten vielen. En dat was de 2e wedstrijd op rij waarin de Nederlandse hockeymannen niet wisten te scoren. En waarin uiteindelijk Ronald Jansen de grote redding verrichtte door de 5e en laatste strafbal van de Australiërs te stoppen. Australië heeft hier eerder op de dag met 6-3 van Pakistan gewonnen. En dus het brons gepakt. Het goud en zilver gaat zo verdeeld worden tegen het team van deze coach. De manager is Sang Ryu Kim. Een prachtige man. Die hier op zijn gemak nog geen 3 kwartier geleden achter het stadion in de zogeheten rookzone zijn laatste sigaretje stond te roken. En Maurits Hendricks. Hij riep onmiddellijk na die enorme verrassing van de Britten zijn ploeg weer bijeen. Er was zo links en rechts al veel kritiek geweest. Ook op hem. De samenwerking met hem en onderling was er gekrakeel. Hendricks riep die mannen bij elkaar en stelde voor om alle kritiek maar eens over het toernooi heen te tillen. En eerst maar eens eruit te gaan halen wat erin zit. De prolongatie van de gouden medaille uit Atlanta. Het zou voor het eerst zijn sinds 1956 dat een land dat lukt om de gouden hockeymedaille te prolongeren. Toen was het India, dat won in 52 en 56 en nu is de kans dus aan Nederland. En alles spreekt natuurlijk in het voordeel van de mannen van Maurits Hendricks. Veel meer ervaring met bijvoorbeeld grote wedstrijden als deze. Korea speelde 1 finale vorig jaar tijdens de Champions Trophy in Brisbane. En verloor toen van Australië. En voor het Nederlands team is er bijna een oneindig lijkende race van succesvolle finales.
Champions Trophy in 96 na die finale in Atlanta. De wereldkampioenschap finale in Utrecht. De finale van de Champions Trophy in 98 en dit jaar de finale van de Champions Trophy. Maar nog nooit was de weg daar naartoe zo moeilijk. De opstelling van het Nederlands team is gelijk aan die tegen Australië in de halve finale. Dat betekent dus dat Eikeldoorn weer in de spits staat en de Nooyer links midden. Delmee nog altijd voorstopper is. Brinkman centraal op het middenveld staat. En de arme Diederik van Weel, die een uitstekend toernooi speelde in de lastige omstandigheden, nog steeds op de bank zit. 70 minuten in eerste instantie maar om te beslissen over goud. En daarin zal het eerste kwartier wel eens van belang kunnen zijn. Kan het Nederlands elftal dan de mentale kracht van de Koreanen misschien een keer breken? Dat hoeft dan nog niet eens direct met een goal te zijn. Maar vooral laten zien dat je in de wedstrijd zit. De finale is begonnen met het balbezit van Korea en de hoge bal in de stick van Bram Lomans. Hij dus weer gewoon rechtsachter. Deel mee. Brinkman. Grote mannen bij Korea. De nummer 9 Song en de nummer 10 Kang. Voorzet Eikelboom. Weggelopen door Seo. Razendsnel zijn de Koreanen. Fysiek heel sterk. Conditioneel zeer sterk. Daar die nummer 9 Song maakte de enige goal in de halve finale. En dus is het defensief opletten op de counters. Want de Koreanen zullen ongetwijfeld verdedigend spelen. Veen krijgt overtreding mee. Duma op de stick geslagen. De Nooyer. Paas van de Nooyer, Eikelboom. Niet echt aangenomen. Van Wijk nog. Van de stick geveegd. Inslag voor Nederland. Achterom bij Van Pelt. Delmee. Lomans. Duma verspeeld. Zette nog wel druk in die hoek. Daardoor kwam Korea er niet uit. Veen. Jazet. Van Pelt. De Nooyer. Voorzet de Nooyer op een voet. Vrije slag voor Nederland. Randcirkel. 2 minuten gespeeld. Delmee. Van Pelt gaat buitenom. En brengt die bal weer voor. Uit de draai, Veen. Op een voet en de eerste corner. Vroeg in de wedstrijd. Eikelboom is de man die gaat aangeven. Nadat het Brinkman en Van Weel eerder niet echt lukte op dit stugge veld waar de pol zo dicht op elkaar staat. En waar je daardoor diep in de bal moet drukken om er goed beweging in te krijgen. Maar daardoor loop je de kans dat hij gaat stuiteren. Eikelboom dus de aangever. Van Pelt nog altijd de stopper. De Koreanen wisten alle corners van Pakistan uit te lopen. Eén man offerde zich letterlijk op, die is er niet meer bij. De corner van Lomans, de eerste van de wedstrijd, naast. Maar wel een push waar gevaar uitsprak. En ook dat was Lomans weinig gegeven door al die problemen met de stop. Van Pelt legt hem stil, rakelings langs de handkant. Te ruim, die hoge bal. Delmee. Jazet. Veen. De Nooyer. Veen. Niet bij de Nooyer. Kang paast op Song. Die kruipt achterlangs. Daar was Jazet nog. Kang met de vrije slag. Hoog in de cirkel.
Wiegman. Lomans. Te kort. De Kaat. Niet bij Van Wijk. Die neemt de stick van Ham mee. Plaatsing via Kyung-sok Kim. Jeon. Yi, de libero. Druk nu. En mooi uitverdedigd. Delmee. Buma. Goed aangeboden. Diep wegstappen en weer terugkomen. Van Pelt. Buma. En Deo waarschuwt Van Pelt. Grote carrière achter de rug, Deo. Dit is zijn laatste wedstrijd. Vrij slag Korea. Komt niet echt weg met die hoge bal. Balbezit via Delmee voor Nederland. Van Wijk. Goed ingegrepen door Jeon. Lomans stapt op tijd in op die hoge bal, dan krijg je hem altijd mee als tegenpartij. Dat de aanvallende partij op dat moment volgens de regels gevaarlijk spel uitloopt. Buma. Binnendoor op Veen, die niet lekker aanneemt en daardoor Eikelboom in de problemen. En de herkansing van Veen deed er niet meer toe. Goede bal van Buma binnendoor. En daar Veen met de uitgestoken stick. Net geen controle. Hoog in de cirkel. Afgefloten. Yi. Jarenlang wilde het Nederlands elftal niet oefenen tegen de Koreanen. Ook nog onder de vorige bondscoach Oltmans. Vooral om ze niet wijzer te maken. Want ze kwamen met 7 mijlslaarzen de internationale top ingerend. 10e plaats in Korea in 88 toen de Spelen thuis waren. En 5e plaats in Atlanta. Maar afgelopen augustus was er een testserie van 3 wedstrijden tegen de Koreanen. 2 keer won Nederland. 1 keer was het gelijk. Minimale overwinningen met 1 goal verschil. Binnendoor. Geo. Lomans mis. Kan met de backhand. Jansen met Song voor hem. Song 1-0 Korea. Slordig uitverdedigd daar. Weer die Song. En daar die Sang-ryu Kim. Het is vroeg in de wedstrijd. Dus er is er nog weinig aan de hand, ben je geneigd te zeggen. Maar het is wel een enorme mentale steun voor de Koreanen. Eerste backhand van Kang. Jansen, half op het lichaam. Song 1 keer. Jansen nog een keer. En dan valt hij precies voor Song. Voor de rebound in tweede instantie. En nu zal het Nederlands team moeten laten zien hoe goed het is. En zal er ongetwijfeld vol op de press worden gespeeld. Van Wijk. Voordeel voor de Koreanen, hoewel die bal omhoog ging. Maar geen Nederlander bedreigde. Buma, te snel.
Jongbae Kim. Van Pelt, de Nooier. Goeie bal de Nooier op Eikelboom. Binnendoor is Van Wijk. Van Wijk, bal kwijt. Goed verdedigd. Song weer. Song, Jazet stapt niet. Hij leidt hem naar de buitenkant en plukt dan die bal weg. Veen, de Nooier. Niemand komt voor hem. Juma, aangetikt. Brinkman, Van Wijk. Delmee, AZ. Van Pelt wordt het, maar die stopt niet. Ja, dat mag niet. De man die de vrije slag neemt, gaat er zelf mee vandoor. Maar Deo fluit het af omdat er niet voldoende afstand is. Lomans. Niet binnen. Kang, de nummer 10 van Korea, is eruit gehaald. En daar heeft Sang-ryul Kim een nieuwe verdediger voor neergezet. En dat duidt op de intenties. Korea met man en macht die 1-0 zal gaan verdedigen. Dit is de nieuwe man. Chul Won Kim. Snelheid. Stopfout. Niemand profiteert. Bal hoog uit de cirkel. Siebrecht geeft de vrije slag aan Korea. Geres is inmiddels ingevallen. Kim. Lomans laag blijven en zelf over de achterlijn gelopen door Wang. Delmee, daar kon Geres niet bij, die liep in de dekking. Yale. Yale. De Koreanen blijven hem rustig rondschuiven totdat Nederland bereid is de verdedigende lijn te verlaten. Lomans. Geres komt aan de buitenkant voor Lomans. Stiktackle op Geres. Vrije slag komt van Brinkman, weer Geres. Brinkman, achterom, Jazet. Breed, Delmee. Buma, Eikelboom. Niet echt controle over de bal. Slim gedaan.
9 man valt Nederland aan. Vrije slag wel mee. Voorkant cirkel al gestopt. Song weer. Geer is mee. Over de zijlijn. Via Seel. De Nooier. Te zacht. Om te verrassen. Jeon loopt zich vast bij de Nooier. Veen moest komen, die bal werd onderweg gestuit. Youngbae Kim. Schijnslag van Yi. Ingeleverd bij Son, die weer zeer actief is. Shoot wordt ervoor geappelleerd althans. Deo is laat met het fluitsignaal. De Nooier. Veen. Buitenkant. Bedoeling was Geres. Overtreding Veen. Die gaan een kaart krijgen. Nee, Siebrecht maakt het met armgebaren duidelijk. Meer naar buiten, zegt Veen. Tegen Geres. Misverstand achterin bij Korea. Keres komt daar goed weg. De Nooier snel op Veen. Brinkman. Aan de buitenkant Lomans. Shoot van Yazet zonder iemand in de buurt. Van Wijk. Lange corner. De Nooier hard voor. En daar lag Eikelboom nog. Wordt die bal hoog gespeeld en Siebrecht geeft het voordeel waar het niet echt voordeel meer kon zijn. Brinkman, balverlies. Kyung-sok Kim, wel mee. De Nooier, tempo maken nu. Nog niet alle Koreanen zijn terug. Bal niet bij Eikelboom, shoot, strafcorner voor Nederland nummer 2. Snel gespeeld door de Nooier. Omdat die Koreaanse verdediging nog niet helemaal stond. En die er vroeg uitkwam, die speelde de bal met de voet. De eerste van Lohmann sprak in ieder geval dreiging. Ja, die Koreanen zeggen, Eikelboom beweegt. En als hij beweegt, mogen wij weg. Top van Pelt, Lomans op de lijn gestopt en strafbal met het lichaam door de lijnstopper aangeraakt.
hard door Lomans. Op Jong Ha Jeon. Daar op het lichaam. En Eikelboom raakte de rebound verkeerd. En was blij dat die strafbal gegeven werd en dat het geen voordeel was. Lomans nog een keer niet helemaal goed gespeeld in twee keer. Maar Jeon verrast. Donderdag. Vijf strafballen, alle vijf raak. Nu is het aan Veen, de eerste man, voor de strafballen in de wedstrijd. Tijdens de training gisteren, het is een minuscuul detail, was Veen de enige van zeven man, toen de serie nog eens werd doorgenomen, die miste. Pushte hij hem rechts op de kruising, rechts voor de keeper. Veen tegenover Lim. Voor 1-1 in de finale. Veen 1-1. Zeer cool. En het was zo'n beetje dezelfde hoek als waar hij dus gisteren tijdens de training miste. Maar deze zat er met overtuiging in. En de achterstand is omgezet. En zie de gebaren van Veen. Goeie strafbal. En daarna die gebaren naar het elftal van deze aanvoerder. En nu geen grappen en grollen meer, maar nu afmaken. Song. Grote tranen waren er donderdag bij hem, toen Correa deze finale haalde. En Song dus die enige goal maakte. Kijk, team weer terug, nu het gelijk is geworden. Kang er weer in voor die nummer 4. Deel mee. Minder dan een kwartier nog in de eerste helft. En een gelijke stand weer. En in ieder geval weer een Nederlands doelpunt. Na ruim twee wedstrijden. Kyung Sok Kim. Weggehaald door Geres. Die gaande toernooi meer speeltijd heeft gekregen. Overtreding op Jeon. Zo Kim, Koreanen vallen het liefst aan over de rechterkant. En daarom laat het Nederlands elftal die linkerkant van Korea wat open liggen. Om ze te dwingen over die kant aan te vallen. En die linksachter is geen man die echt basis naar voren durft te geven. Veel oranje in het stadion natuurlijk. De Australiërs verkochten voor de wedstrijd massaal hun kaartjes. Bima. Voorzet Bima op de hakken van Geres. Voordeel voor Korea. Yeo. Wil meesprint met Kang in zijn rug. Brinkman. Geres. Goed bewogen. Goed aangenomen ook. Van Wijk. Geres loopt door. Van Wijk is hem kwijt. Hij heeft een grote moeite Van Wijk om in het toernooi te komen.
Kang. Mooi aangespeeld. Door mee met hem mee. Yeo. De Nooier. Te kort voor Geres. Die ook niet echt instapte. Kang, buitenom. Met zijn grote maat in het kwaad. Song. Lomans. Iets te ver voor zich uit bij Song. Spelen samen competitie in Duitsland. Song en Kang. In Stuttgart. Deel mee. De Nooier. Buma stapt niet door. Jazet. Het Song in de buurt. De schaduw is al te zien. Pelt in de stick van Kang. Een overtreding van Peter Wind. Ingevallen. Song op de voet van Wind. En over de achterlijn. Te gehaast doen de Koreanen dat. Ja, als hij die Kang, die Song ook maar in een ooghoek ontwaakt, dan speelt hij de bal al. Veen. Geen overtreding. Veel geschreeuw. Maar wie gaat de bal spelen? Tien minuten nog. Kyung-sook Kim. Kan meters maken. Jazet. Onder de stick van Wang door. Buma. Buitenkant Van Wijk. Eén actie die lekker loopt zou Van Wijk zo helpen. Hij heeft het moeilijk. Kyung-sook Kim. Kan niet. Deel mee. Van Wijk. Eikelboom is erbij. Van Wijk is er langs. Van Wijk over de achterlijn, lange corner. Lomans. Jazet. En Lomans. Pelt gaat helemaal de hoek in, links. Daar komt hij. Via Delmee. Pelt voor. Zeer beheerst uitverdedigd door Korea. Geen wilde slagen, maar telkens de vrije man gevonden. Kang nu. Tegenover Jazet. Goed verdedigd door Jazet met die uitschuifbare armen. Niet steken, geen stik raken, dan krijg je geheide overtreding tegen. En dan die bal weghalen. Prima gedaan door Jazet.
Eikelboom. Veen. Eikelboom. Voorzet te zacht. En nog een stik ook tussen. Jungsok Kim. Wang. Via Lomans. Deo heeft een overtreding gezien. Bolle kant van Lomans. Wang in de cirkel weggefloten door Deo, indirect afhouden door de man die erbij kwam. Delmee. Delmee, goede bal op Lomans. Goed doorgeschoven ook van de rechtsachter. Van Wijk, voorgeven, terugstappen door Eikelboom. Strafcorner, zegt Siebrecht, omdat de verdediger de bal in de lucht brengt voordat Eikelboom eraan kan komen. Het leek even alsof Siebrecht de andere kant op wilde fluiten. Goeie actie van Wijk. Daar iets omhoog en dan kan Eikelboom niet slaan. Strafcorner nummer 3. 5 minuten voor de rust. Stop van Pelt. Lomans. Niet stil, zegt de Duitse arbiter. Weer pech voor hem. En hij kan er zo weinig aan doen. Stop van Pelt. Lomans haalt hem onder die stik vandaan. Het was daar niet te zien. Correa slaat in. 3 minuten te gaan. Het is een finale waar nou niet bepaald de vonken van afspetteren. Koreanen kiezen voor... Aangever. Hij is ook betrokken bij varianten. Daar wordt het misschien wel tijd voor. Die Koreanen blijven het proberen door iets voor het aangeven weg te zijn. Hij komt wel naar binnen. Lomans, goede redding Lim op de push van Lomans. Nieuwe lange corner. De Nooyer en Van Wijk. Van Wijk te hoog, maar niet voldoende afstand. Van Pelt. Via JZ. Weer Van Pelt. Fout Lomans. 42 seconden. Het gaat dus niet echt makkelijk. Maar dat zou na zo'n zwaar toernooi, waarin de uitschakeling ook zo dichtbij was, ook wel een mirakel zijn.
als je plotseling de hele grote vorm weer op kunt roepen. Het is dus gewoon keihard werken. Brinkman stapt eruit. Daardoor nog de hoge bal. En dan is het rust. Met een 1-1 stand. In een finale die nog niet gespeeld is. Maar die Nederland eigenlijk gewoon moet winnen. Boerman eigenlijk, met Boerman ook. En nou is hij het kwijt, kennelijk. Ja. Zijn er zaken die jij... Het Nederlands elftal zal ook in de tweede helft het spel moeten maken. Het baltempo hoog houden. En moeten hopen op Van Wijk en Buma en De Nooyer. En Veen, die het meeste nog is doorgekomen. Balbezit voor Lomans. Delme. Jazet. Delme. De Nooyer. Via een Koreaan omhoog. Vrije slag voor Nederland. Geen afstand van Wang, zegt deze Spanjaard. Bal achterom bij AZ. Over de zijlijn bij Van Pelt. Is leeg en Veen had altijd zicht op de bal en hoefde niet veel te doen. Het begon natuurlijk bij hem, bij Eikelboom. Met een goede bal binnendoor op De Nooyer. Veen is er al zo'n beetje. En met alles wat hij heeft, duwt hij hem over de lijn. Aanval inmiddels aan de andere kant door Delme onderschept. Die zelf een metertje of 40 heeft afgelegd. Van Wijk. Bal vrij. Van Wijk. Voorzet van Wijk. Dit was te makkelijk op Brinkman die voor keeper Lim stond. En dan is Correa weg. Eikelboom mee in de verdediging. Kan. Nog verder buitenom. Twee man voor Jansen. En opgelost. De Nooyer nu. Veen. Wel mee. Lomans. Brinkman. Van Wijk lijkt zich te blesseren. Komt daar even onder in beeld. Trekt aan zijn heup. Veen. Terug op Delme. Correa zal nu echt de tactiek moeten wijzigen. Slordig van De Nooyer. Zelf herstellen. Dat zegt veel. Goed gedaan door De Nooyer. Buma. Schuurt het duel niet. En
Nam Wang mee. Deel mee. De voet van Eikelboom. Yale. Voorzet met de backhand. Jansen komt en lost dat goed op. Door die bal met overtuiging heel hoog weg te schoppen. Maar Correa houdt de druk via Yi omhoog. Koreanen zijn massaal naar voren gestormd. En houden het Nederlands elftal in de eigen cirkel. Song. Langs Lomans. Song met de voorzet. Bal gaat omhoog. Voordeel gegeven door Siebrecht. Brinkman nog. Buma. Brinkman. Met een fraaie duikeling lokt hij een overtreding uit. Siebrecht trapt. De slag voor Nederland, Van der Weijden vervangt Veen. Wind van Pelt. Ingeleverd door Wind. Op hoge snelheid, de voorzet van Song en even de twijfel bij Del Mee. Song wil nu te veel zelf doen. Vrije slag al genomen. Niet het echte moment voor een herhaling. De Nooier aan de overkant bij de 23 meterlijn. Daar Del Mee in twee keer. En die aanval via de Nooier liep over de zijlijn. Yale. Goed verdedigd door Del Mee. Op Han. Snel gekaat. Kan. Buma krijgt een gooi mee. Zeventien minuten nog. Met een 2-1 voorsprong. Voor het tweede hockeygoud van de Nederlandse mannen in successie. Te ver voor Eikelboom.
instructie van Van Wijk. Niet. Uit naar Correa. Wang. Lomans. Goed laag bij de grond. Veen. Enige man voorin is Van Wijk. Van Pelt, nu weer te hard voor Van Wijk. De bedoeling is er wel. Song op snelheid, gestuit door Peter Wind. Jong B. Kim. Yale. Zomaar daar vrij aangespeeld. Shoot van Kang. Remco van Wijk. Veen. Dolle kant geeft Veen aan aan Deo. Die toch wel erg gevoelig is voor de handjes van de Nederlandse hockeyers. Jazet, de Nooier. Brinkman onderuit, gleed weg. Liep half tegen Han aan. Daar kwam die paas niet aan. Lomans. Woedende gebaren van Jazet en Veen. Die van die middenvelders en de spitsen wat meer willen zien. Met name dat ze zich wat aanbieden en niet in de dekking blijven lopen. Het zal 12 minuten gezamenlijk moeten gebeuren. Dat was zo'n beetje de boodschap. Jeon, de nieuwe man, Kang, Van Pelt, Song aan de buitenkant. Herstel via Brinkman. Die nog 11,5 minuut heeft in een glorieuze hockeycarrière. Overtreding van Wijk, die een man tegen de borden aanslingert. Kyung Sok Kim. Hij klaagt niet, dat siert hem. Han. Yi. Eikelbom. Veen is weg. En dan fluit Theo. Die had gelijk, maar die wachtte op zijn collega Siebrecht. Niks aan de hand. Jazet woedend op de vallende man. Van Wijk kan er aan de andere kant niet bij. Hier Lomans. En die doet niks. Kijk, Jazet is. Die zich boos maakt. Siebrecht legt alsnog het spel stil en haalt dan die man die die schoon maakt bij zich. Jeon, ik heb het wel gezien, zegt Siebrecht. Groene kaart Jeon zonder gevolgen, tenzij hij het nog een keer doet. 10 minuten, 17 seconden.
De Nooier. Verdedigd. Vrije slag voor Nederland. Blijft erover naar de actie van De Nooier. Wind krijgt de vrije slag tegen weer. Jong Ha Jeon. Yi. Jong Bae Kim. Lomans. Mag inslaan. Lomans niet. Correa weer. Die steeds gehaaster gaan spelen. Dat komt het spel van de Koreanen niet echt ten goede. Hier Kyung-soo Kim. Weggetikt door Gerrits in de lucht. Dan De Nooier in zijn eentje met vier man. Gerrits. Teruggelegd De Nooier. Goede beweging. Dan weer Brinkman, niet bereikt. Correa weer weg. Jung-Choo Kim. Van der Weijden, verdediger in de ploeg voor Wind. Goeie ingreep. Jeroen Delmee, die zich als voorstopper weer uitstekend heeft laten zien in die laatste wedstrijden. Vrije slag Correa. Helemaal achter in de cirkel is Jong Bae Kim vrij. Die komt naar de eerste paal. Kan niet. Brinkman wilde slaan. Besloot dat niet te doen. Met de backhand naast geslagen. Jansen had er vanaf het begin oog op. Door Seo. Mooie lage backhand. Maar van ver af. En Jansen zag hem altijd komen. Ongelooflijk, zoveel druk als die Koreanen weten te krijgen. En toch ook weer enigszins merkwaardig dat die ploeg dan niet echt gevaarlijk wordt. Buma aan de andere kant. Gerrits was daar nog. Overtreding Gerrits die de stick van de verdediger oplichtte. Misverstand achterin. Terugspeelbal, ongebruikelijk, niet goed gezien. Buma slaat. En dan is daar de verlossing, dat kan niet anders. Stefan Veen, de Koreaanse verdediging, ging prutsen. En Veen maakt in zijn laatste wedstrijd 3 doelpunten. En dat in een Olympische finale. De Koreanen stonden achterin elkaar vertwijfeld aan te kijken. En hij profiteert. 6 minuten 50 seconden te gaan. Dit kan niet anders dan de beslissing zijn. Zeer attent gedaan door Stefan Veen. Na al dat knullige verdedigen daar achterin. Eerst Buma. Lim die twijfelt en Veen zegt dank u wel. 3-1. Een goal uit het niets. Anders kun je hem niet omschrijven. Maar wel één. Die voor goud telt. Dat zal toch haast wel. Dat kan toch bijna niet anders. De Nooier. Jazet. Delmee. Brinkman. Op de stick geslagen Brinkman. Die toch heel langzaam wel aan het einde van zijn carrière zal gaan denken. Met nog 5 minuten te gaan. Nederlands meest
succesvolle hockeyer. Daarmee over de stick. Veen, ja, die kan nu alles. Die duikt naar ballen, dat heeft hij bijna zijn hele carrière niet gedaan. Althans, verdedigend opzicht dan. Vrije slag nog voor Korea, 5 minuten. Een snelle goal maakt de wedstrijd misschien nog wel bloedstollend tot het eind. Eerste corner voor Korea. Veen sprong nog, daardoor Jazet verrast, bal omhoog, voet erbij, de corner is terecht. 4 minuten, 40 seconden. Als u zit, worden het zeer hectische 4 minuten. Top is goed. Schijnbeweging, Jansen, nog een keer geschoten, Jansen weer en zo Poel ook. In een wedstrijd waarin hij amper wat te doen kreeg, nu dan 3-2. Toch weer. Nu door Kyung-sook Kim. Snel terug, geen feestvieren, geeft hij aan. Maar jagen op die bal. Twee keer redt Jansen. En dan wordt er toch nog weer een bal voor de goal gegeven. Weer niet echt scherp verdedigd. Daar Jansen, goed, schot. Weer Jansen, goed. Song dan. En die gooit die bal gewoon voor. En daar is dan verder helemaal niemand meer. En is het 3-2. Minuut 45. We staan er op de klok van het State Hockey Center in Sydney. Foutje Veen. Twee keer won het Nederlands elftal een finale door van achterstand terug te komen. Bij de WK en bij de Olympische Spelen. Nu zijn het de Koreanen die terugkomen. Wang in de cirkel. En weer een strafcorner. Met nog ruim 3 minuten. Dat was wat die coach bedoelde. Het oranje gedeelte zit stil. Veel discussie bij Siebrecht over die corner. Maar die gaat het echt niet meer veranderen. Wang is het over de achterlijn. Duikend naar de bal van de Weide. De bal gaat omhoog, wel op een voet. Siebrecht vindt het een corner. Jansen even uit de goal. Niet één corner krijgt Korea in de wedstrijd. Nu 2 in een minuut. Die gaat de mist in. Wordt die breed overgespeeld. Schot Wang. 3-3. Tjonge, jonge, jonge, jonge. En dan wordt het wel ineens heel lastig. Goeiedag zeg. Met 6 minuten te spelen was je toch geneigd te zeggen dat het goud voor Nederland moest zijn. Maar de dappere krijgers uit Korea vochten zich terug. De goal van Kang. En dan ligt alles natuurlijk nu in handen bij Korea. Een corner die volslagen de mist ingaat. Maar toch nog aan de zijkant komt. En er blijven protesten van de Nederlandse kant. Slim eerst buiten de cirkel stilgelegd. Dan dit schot. En daar geen discussie over mogelijk. Van binnen de cirkel geslagen. En 3-3. En dan moet je mentaal wel heel sterk zijn. De Nooier. De Koreanen waren al weg, leek het. Koekje van eigen deeg voor Nederland. Dat de finale in Atlanta op achterstand kwam en won. Dat de finale in Utrecht op achterstand kwam en won. En nu dus een 3-1 voorsprong had. En ineens een verlenging moet gaan spelen. En hoe sterk moet je dan zijn?
op Yi. Dezelfde goal als donderdag. Gaat hij weer staan. Wat moet dit spannend zijn. Voor spelers en voor keepers. Om Olympisch goud. De eerste strafbal van Korea. Raak 1-0 Korea. Zo'n beetje in het fluitsignaal nog nam hij hem. En Jans had geen tijd om te reageren. Jong Chun Lim, de Koreaanse keeper. Deo legt het nog maar eens uit. Wacht op het fluitje. Niet voor de lijn staan, niet te vroeg bewegen. Pas bewegen als ik gefloten heb. En Lomans kent de regels, want die stond er donderdag al. 1-0 voor Korea. Ram Lomans. 1-1. Zo, overtuigend. Het zal de rest ook moed geven. Lomans stuurt Kim de andere kant op en scoort. Er kwam in de voorbereiding speciaal voor dit onderdeel een Engelse sportpsycholoog naar het trainingskamp van het Nederlands elftal in Amstelveen. En heeft in 2 sessies over dit soort momenten gesproken met hem en met degene die de strafballen nemen. Weer eventjes dat knikje, weer even contact met Woon Kon Yale. ...1-1 is de stand. Tweede strafbal Korea met Yale. 2-1 Korea. Die gaan het er ook makkelijk in. Jansen stapt naar links. Geres staat onder de ogen van deze op 6,40 meter. Hij kan de meest mooie strafballen nemen. Pietijn Geres voor 2-2. Goal. 2-2 dus. Minder risico dan donderdag nam hij nu. Maar hij zit wel heel zuiver in de hoek. Song tegenover Jansen. Song Tae Song, prachtig ook hier. Bracht zijn land in deze finale. Hield zijn land
aan een voorsprong in deze finale. Jansen tegenover Song. Die veel beweegt en naast pusht. Oei! En zo is er de kans voor Nederland om op 3-2 te komen. Hij gelooft er nog wel in. De grootste kunnen dus ook falen. Song Tae Song gebeurt het in de Olympische finale. Lang sleepte die bal mee. Jansen zat ook nog in de goede hoek en had een kans gehad. Maar hoefde er niet aan te komen, want hij ging naast. Wouter van Pelt. Om Nederland op voorsprong te zetten. Koel zijn. Uitgaan van je eigen hoek. Van Pelt, 3-2, voorsprong. Nog 2 te gaan. Heel voorzichtig kwamen er kleine lachjes op de gezichten. Maar het is nog niet gedaan. Van Pelt, goed gedaan. Kyung Sok Kim met Jansen. Even die helm af. Hij ligt niet goed, zegt hij. Nou, dat hij eraan zit natuurlijk. Niet zo erg dan dat iemand anders eraan zit. Goal. Hard op de plank. 3-3, maar Nederland loopt er eentje achter natuurlijk. Marten Eikelboom is onderweg. Was donderdag de meest gelukkige van allemaal toen de Australische keeper eraan kwam, maar die bal net achter de lijn viel. Eikelboom kan Nederland weer op voorsprong zetten. Fluitje uit het publiek verstoort de concentratie van Eikelboom. Ja, is vervelend. Oh, oh. Eikelboom voor de tweede keer dan. Raak. Oh, oh, oh. Ja, hij duwt die keeper de andere kant op. En maakt dan 4-3. Goh. Dat is toch wel heel cool gedaan. Met de eerste beweging kijken wat die keeper doet en dan gewoon het grote gat benutten. Alles ligt nu op de schouders van de aanvoerder van Korea. En op de zijne natuurlijk. Hij zoekt weer oogcontact, kreeg het niet. Kang moet scoren. De laatste strafbal van Korea om Olympisch goud. Kang scoort. 4-4. En dan mag de aanvoerder van Nederland het zelf gaan afmaken. Stefan Veen. Eén was er mis van Korea, die van Song. Aanvoerder Stefan Veen. Zijn 3 goals waren niet genoeg voor goud. Hij moet er nog 1 maken voor zijn 2e gouden medaille in zijn allerlaatste wedstrijd. Je zal er staan.
debuteerde als 17-jarig ventje in het Nederlands team. Nu aan het einde van een lange, rijke carrière. Voor goud in Sydney. Veen binnen! Nederlands hockeyelftal wint goud. Dankzij, dat mag je toch wel zeggen, Stefan Veen. 3 doelpunten in de wedstrijd en de beslissende strafbal. Zo dichtbij waren ze in de reguliere speeltijd. Korea kwam nog op gelijke hoogte en dan wordt het weer beslist vanaf de strafbalstip. Stefan Veen, schrijf het maar met hoofdletters. Want wat was die cool. En voor de tweede keer is er dus goud voor 10 hockeyers. Een prachtige dag natuurlijk in Sydney. Dat vanavond oranje gekleurd zal zijn. 2 vrouwen wonnen er goud. En nu 16 mannen ook nog eens. Ongelooflijk. Zo langs de afgrond gegaan. En toch binnengehaald. Korea, dat zo ongelooflijk dapper heeft gestreden. Dat bijna het onmogelijke waar leek te maken. Voor wie bijna het sprookje waarheid werd. En wat een prachtige coach dit toch. Maar goud voor de Nederlandse hockeyers. Die met elkaar door een zeer diep dal gingen. Die bijna uit elkaar waren gebarsten. Toen ze uitgeschakeld leken voor de halve finale. Tot de absolute bodem hebben moeten gaan. 2 keer via strafballen. Eerst in de halve finale, nu in de finale. En wat een succes voor Maurits Hendricks. Veel stoppen ermee. Veen, Brinkman, Van Pelt. Jansen, niet te vergeten. Met 2 keer goud. Met wereldtitels. Met Champions Trophies. En Brinkman als enige ook nog een Europese titel. Een gouden generatie houdt ermee op. Van der Weijden weer overeind gekrabbeld. Naar die merkwaardige blessure. Daar de 2 coaches. En Mark Gelissen. Koes Vogels, de reservekeeper. En zo staat het Nederlands hockeyteam toch weer straks in het midden. Tussen Korea en Australië in. Ingetogen felicitaties. Voor een team dat o zo dapper was. Harry Delmee, assistenttrainer. Teun de Nooyer. En Delissen, die maar geen afscheid kan nemen lijkt het. Jansen bij de videoman, Tolentino en die Stefan Veen. Wat was die belangrijk. Eer een rondje. Van de Nederlandse hockeyers en de Koreanen daar straks achteraan. En wat een dag is dit voor de Nederlandse sport. Denk nog even aan Leontien van Moorsel en aan Ankie van Gunsen. En nu dus die hockeymannen erbij. 30 september 2000. Sydney zal oranje zijn. Althans een klein stukje vanavond. Huma haalt een vlag op. Het hele schema van de organisatie ligt in de war. Want rond 10 uur had die gouden medaille uitgereikt moeten worden. En volgens de papieren die hier zijn verdeeld gaat Prins Willem-Alexander